ik heb vanavond in de commissievergadering een melding gemaakt dat we vanmiddag in samenspraak met de verenigingen die op dit moment gebruik maken van het sportpark op de Vlammert en de samenwerkende voetbalverenigingen inmiddels besloten hebben dat we gaan werken aan een optimalisatie van de locatie voor de verenigingen op de Vlammert. Kunnen we eigenlijk daarmee zeggen dat de hele discussie rondom waar gaat de nieuwe voetbalclub, de SV Maasduinen, voetballen, dat die nu beslecht is? Ja, we hebben vanuit een heel historisch proces gekeken naar allerlei locaties. Ik heb zelf begrepen dat er 12 jaar geleden al eens een keer naar locaties was gekeken. Uiteindelijk is dat teruggebracht tot een drietal potentiële locaties. En uiteindelijk hebben de verenigingen zelf ook aangegeven dat voor wat hen betreft de Vlammert de meest ideale oplossing is. U heeft gesproken met alle verenigingen daar, dus het gaat niet alleen over de voetbal, hè? Nee, hebben we gesproken met vertegenwoordigingen namens de samenwerkende voetbalverenigingen, de tennisvereniging, de schutterij, Jong Nederland. Dus zeg maar alle clubs die op dit moment een positie hebben op de Vlammert. Nu mag u dit heugelijke nieuws naar buiten brengen, ja. Maar het is toch eigenlijk meer de portefeuille van uw collega? Ja, primair wel. We hebben alleen toen de motie is aangenomen besloten dat wij dit samen als stuurgroepje zullen begeleiden. En omdat dit erg actueel nieuws is, wat ook wel eens tot misverstanden zou kunnen leiden bij verenigingen die op dit moment niet gebruik maken van de Vlammert, hebben we toch met elkaar afgesproken dat we hem vanavond als actuele mededeling zouden doen, met daarbij de ruimte die jij mij nu biedt voor een stukje nuancering. Als daar een compleet nieuw plan gaat komen, dan moet u als gemeente diep in de buidel tasten. Hoopt u dan ook dat daar nog meerdere verenigingen gaan aanhaken? En dan denkende aan andere tennisclubs of andere verenigingen die ja. Op dit moment nog zoekende zijn of aan het overwegen? Ik zeg ja, dat was een gedachtejaartje. Diep in de buidel tasten, dat zijn allerlei onderwerpen die moeten nog nader uitgewerkt worden. We hebben nog geen idee hoe of wat. Wat we op dit moment wel heel belangrijk vinden is dat het een proces moet zijn wat van onderaf ontstaat. Ik weet bijvoorbeeld dat de tennisverenigingen in onze gemeente met elkaar praten, in toenemende mate met elkaar samenwerken op het gebied van jeugd bijvoorbeeld, opleidingen, trainingen. Maar dat het op dit moment echt nog een stap te ver zou zijn door te zeggen tennisverenigingen kom allemaal maar lekker naar de Vlammert. De clubs zijn vaak eigenaar van hun eigen locatie, hebben die bijvoorbeeld wel met eigen handen opgebouwd. Dus dat moet je ook tijd geven. Maar op termijn is het natuurlijk wel voorzienbaar dat er meer clubs door afnemende ledenaantallen, vrijwilligers die niet meer komen, werd vanmiddag in de bijeenkomst door alle mensen ook aangehaald als een groot probleem. De vrijwilligers zijn gewoon niet meer te vinden om verenigingen overeind te houden. Is het denk ik een toekomstscenario waar je wel serieus rekening mee moet houden. De voetbalvereniging is al heel ver. Die zijn al in de competitie al begonnen. Ja. Afgelopen weekend geloof ik de eerste wedstrijd. Ja, afgelopen weekend en de eerste wedstrijd gewonnen. Dus, mooi. Hobbelt de gemeente niet nu achter de feiten aan? Ben u niet wat laat? Nee, integendeel juist. Dit is nou het mooie van burgerparticipatie. Hè? Wat je ziet is dat de voetbalverenigingen vanuit door hen beleefde noodzaak zijn gaan samenwerken. Daar is een raadsbrede motie aangenomen om het college eigenlijk op te dragen om de vereniging in dat proces te ondersteunen om te komen tot. En dat zijn we aan het doen. Dus ik kan dit alleen maar toejuichen. Met deze keuze nu, staat die vast of is daar nog ruimte voor onderhandeling? Of is dit echt nu... De ruimte voor onderhandeling heeft niet zoveel zin, omdat dit eigenlijk de enige locatie is die zowel qua ruimte als qua mogelijkheden op korte termijn succes kan bieden. Bij alle andere locaties die in het proces op één moment zijn voorgedragen, lopen zoveel procedurele en planmatige problemen, eigendomsproblemen,
dat het jaren zou duren voordat je uiteindelijk echt tot een ontwikkeling zou kunnen komen. En okay. Hier zie je dat de bestemming is buitensport. De eigendom is bij de gemeente. Nou ja, dan kun je tempo gaan maken. Wel leuk dat u zelf aangeeft dat elke andere optie jaren zou duren. Dus wanneer kan dit gerealiseerd zijn dan? Ja, u had vanmiddag in die vergadering moeten zijn. Kijk, die denken natuurlijk binnen een jaar. Ja, je moet wel serieus blijven, hè, om maar een idee te geven. Je gaf net al even aan, het zal wel een lieve cent gaan kosten. Ja, daar zullen we financiering voor moeten gaan vinden. Uiteindelijk is dat een proces waar ook een gemeenteraad het zijne van moet zeggen. We zitten nu in de fase van de begroting. We hebben nu in de begroting voorgesteld om een procesbudget op te nemen, waarbij we de verenigingen gaan helpen om tot het goede resultaat te komen. De raad heeft op dit moment nog niet een budget voorgeschoteld gekregen van, nou, het zal zonder meer een bedrag met 6 nullen worden, maar hoeveel, dat durf ik je niet te vertellen. Om daar nu al ja of nee tegen te zeggen, dat is nog een beetje een brug te ver. Dus ik zeg wel eens een keer, hou er nou eens rekening mee dat we misschien over 1,5-2 jaar de eerste contouren zouden kunnen gaan zien. Loop ik heel erg op de feiten vooruit als ik aan u vraag, komt er dan ook een Asseldome 2.0 in die hoek? Dan loop je ver op de feiten vooruit. Maastuinen Centraal. Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram en download onze gratis app.